Met de koop van de eerste boom heeft burgemeester Victor Molkenboer van de gemeente Woerden het startsein gegeven voor de kerstbomenactie van de Tafelronde Woerden. De Tafelronde is een organisatie van mannen onder de 40 jaar die goede doelen probeert te steunen. De mensen kunnen bij ons altijd kiezen. Ze kunnen kiezen tussen een lokaal doel en een regionaal of internationaal doel, nationaal doel. Lokaal is dat de volière in het park, het Westdampark. Daar is veel geld nodig om het weer helemaal op te knappen en weer helemaal mooi te krijgen, zodat iedereen van de prachtige vogels kan genieten. En het nationale doel is het Daan Theeuwen Centrum. Ze gaan daar een fitnessruimte, of nee, ik mag geen fitness zeggen, een crossfit ruimte inrichten. Want ze hebben uit onderzoek is dus gebleken dat dat voor de mensen die daar zitten met een niet aangeboren hersenletsel, dat dat heel goed werkt om hun te helpen in de revalidatie. Hoeveel denken jullie dit jaar bij elkaar te halen? Nou ja, we hopen weer rond de 10.000 euro uit te komen. Het is wel wat lastiger, want alles is duurder geworden. We zitten met sponsoring een beetje lastig, want ook die mensen hebben stijgende kosten. Dus ja, het is een beetje gissen en we hebben er hele lange vergaderingen over gehad en we hebben besloten we gaan het doen zoals we het altijd doen en we gaan er voor de volle bak gaan we gewoon knallen. Je zei zojuist we gaan het doen zoals we het altijd doen. Leg nog even uit hoe mensen aan die boom kunnen komen. Ja, we staan schuin tegenover winkelcentrum Snelpelanen, La Fontaineplein. Wanneer? Wanneer? Van 2 tot en met 11 december. We hebben wel een beetje, omdat we gespreid hebben qua openingstijden, we hoorden van veel mensen willen toch voor Sinterklaas al een boom hebben. Dus we hebben besloten om voor Sinterklaas al te gaan staan. Maar dat betekent wel dat we een paar ochtenden en de maandag en de dinsdag niet open zijn. Maar de rest wel. Staat op de website overigens, goedendoelenboom.nl, staan de openingstijden. En zoals van ons verwacht wordt, met een tent, gezelligheid, gratis kopje koffie. Alles erop en eraan. Ga je er zelf een uitzoeken? Natuurlijk, maar niet zo groot hoor. De Tafelronde staat van vrijdag 2 december tot 11 december met een kraam bij het winkelcentrum Snelpelanen. Op maandag en dinsdag is de kraam gesloten, maar in de andere dagen in die periode dus open. Ook kan er online een boom worden besteld via www.goedendoelenboom.nl.